Wat kan je niet meer zien? Een pine tree. Waar zijn we nu? We zijn nu in de... The Butchered Gardens. Aangelegd door een mevrouw... Butchered? Nee, ja, maar zij heette Jenny Butchered. En dat... deze heel aardig. Zij heeft dit heel veel verschillende bloemen neergelegd, geplant en bomen. En het is heel mooi, maar het is eigenlijk echt bloedje heet. Hoe warm is het vandaag? Het is 34 graden. Trein hier gaat zometeen dus ook in de fontein springen. Deze. Ja, dat klopt. Dat duurt niet lang meer. Dan dus ik ga dan tot 10 tellen en dan op 10 dan rent Trein hier op de ding af met een Het is wel de vraag natuurlijk, wat krijg ik ervoor? Oh, wat wil je ervoor krijgen? Oh ja, geld natuurlijk. Bedoel, geld? Koud bier? Ja, tempting. En erg gemeen met die 34 graden, maar... Koude wijn? Ja, again. IJs? Tempting. Je wilt gewoon geld. I'm a material girl in the material world. Zelfs tussen al deze bloemen. Denk daar maar eens over na. Materialistisch trucje. Nou, zo had Madonna het niet bedoeld. Maar gewoon dat ik hecht wel aan bepaalde dingen. Ja, daar schaam ik me ook niet voor. Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Er is niks mis met een coolbox en een jacuzzi. Die heb ik allemaal niet, maar... Betekent niet dat je dat niet graag zou willen. Hopelijk leven. Ik trouwens ook niet met deze temperatuur. Nee, maar het is heel mooi en het, eigenlijk is dit het... Gisteren zijn we naar Vancouver Island gegaan. En dat was de eerste trip weer sinds een aantal dagen, want we hebben een aantal dagen gerelaxed bij jouw zus, Annette. In een ontzettend grote huis met een ontzettend grote tuin en met heel veel kinderen. Dat is heel leuk. Ik ben dol op kinderen. Hoe meer, hoe beter. Je begrijpt dat dit nu is opgenomen, hè? Ja. Ja. Maar, ik bedoel, eventuele husband die dit ooit te zien krijgt, haal jij helemaal niks in je hoofd. Twee vind ik meer dan zat. Maar Birth control, baby. Ja, precies. En gisteren hebben we de Old Town bekeken en de Harbor en de... wat nog meer? De market, Irish Pub. Irish Pub. Hebben we gratis koffie gekregen. Oh ja. Wij krijgen heel veel gratis. Ja, nou niet zoveel gratis als we zouden willen, maar het gaat redelijk. Het gaat aardig, ja. En we hebben een film gezien. We zijn naar een ontzettende young film geweest. Mijn sister's Keeper. Man, ja. En zelfs toen ik thuis kwam had ik nog behuilde ogen en ik heb er vannacht over gedroomd. Serieus? Ja. Wat droomde je dan? Nou, gewoon niet. Not usual. Iedereen Iemand gaat dood. Aan kanker. Precies. En vandaag zijn we eigenlijk weer met Victoria weer verlaten. Want het is niet zo heel veel te zien. Behalve dan wat we al hadden gezien. En gingen we dus naar de Butchered Gardens. Oh, en we hebben ook nog even, tenminste meer, we hebben nog even een meer gezwommen waar we langs kwamen. Elk Lake. Heeft het Elk Lake? Ja. Nou, hoe toepasselijk. Nou, nee, ik heb geen elk gezien, dus helemaal niet toepasselijk. Maar we hebben heel veel elks gezien. Dus ja, maar dat is niet wel... hier. Nee, maar in sort of a way is het wel toepasselijk. Ja, dat is waar. Think the bigger picture. Oh ja, oh thank you. Ja, daar heb ik jou inderdaad altijd voor nodig. Ja. Think the bigger picture. Niet dat zo zegt Treinen je ook ongeveer 10 keer per dag tegen mij. Ik moet niet zo opgeven. Precies, ga eens genieten. Maar we gaan vanavond weer terug met de ferry naar Langley. Nou ja, eerst naar... Waar komen we eerst aan? Eerst Vancouver en dan met de bus en nog een bus en de Skytrain. En dan zijn we in Surrey. En daar komt iemand of Bert of wie dan ook komt ons daar ophalen. En dan is het alweer weekend. En dan gaat de trein niet weg. Ja. Maar zover is het nog niet. Dat is waar. We gaan eerst nog even flink feesten. Dat lijkt me een goed plan. Oké, spring even in die fontein. Ja, dag. Spring jij zelf maar in die fontein. Zodat we even leuk voor een filmpje. Lucy staat nu op. Nobody fontein. Hoe kan ik dat nou ooit fake doen? Kom op. Dat kan niet. Kom op. Je doet alsof je springt en dan stop ik de camera. Toe dan. Oh. Oké. Leuk. En trein die gaat. Hey.